Minister, collega's, vorige week kregen we een eerste voorsmaakje eigenlijk van hoe deze zomer er jammer genoeg, maar hoogstwaarschijnlijk weer zal uitzien. Warm weer, onze recreatiedomeinen bij gevolg zwart van het volk en jongeren die amok maken. Het aloude recept van zonnige dagen en allochtone heethoofden zullen dus ook deze zomer terug te vinden zijn in ons mooie Vlaanderen en Brussel. In het begin van deze relzomer zagen we dus afgelopen woensdag in het recreatiepark en domein De Blaarmeerse, waar een vechtpartij ontstond waarbij twee personen verwondingen opliepen. En collega's, we mogen blij zijn dat er zelfs niemand het leven heeft gelaten, want ik weet niet of u de beelden heeft gezien, maar de geweldplegers schopten gewoon door terwijl de slachtoffers op de grond lagen. Men bleef schoppen op de hoofden alsof ze waren onreine dieren in hun ogen. U weet wel, een varken en zo. En waar ik mogelijk nog meer van walgde dan van dat filmpje, dat was, minister Dalle, dat was van uw uitspraken. Uw uitspraken daags daarna in Ter Zake, waarbij u ging verklaren dat de oorzaak van dit allochtoon geweld te vinden is bij, en ik citeer, het gebrek aan recreatieruimte voor jongeren in Brussel. En dat indien die brave jongeren een job zouden hebben, dan zouden ze dat toch allemaal niet uitsteken. U begrijpt natuurlijk dat ik zelf, mijn fractie en heel vele Vlamingen met mij, waaronder zelfs enkele partijgenoten van u, die zich net niet expliciet hebben gedistanceerd van uw uitspraken op sociale media, dat wij allemaal wel eens graag zouden horen of dat dat echt uw mening was, of dat u misschien iets te lang in de zon hebt gezeten en vooral of dat dit de mening is van de voltallige Vlaamse regering. Minister, allochtone jongeren die onze recreatieparken, gebieden, speelpleinen terroriseren, dat is geen probleem dat plots vandaag komt opsteken. Dat is iets dat iedere zomer en eigenlijk tegenwoordig alle seizoenen terugkomt. En u probeert u dan in bochten te wringen en elk excuus mogelijk te verzinnen om dat toch maar te kunnen verklaren, om de echte oorzaak natuurlijk niet te moeten benoemen, terwijl de bevolking en zelfs uw eigen partijgenoten u eigenlijk gewoon bijna staan uit te lachen, want zij weten echt wel beter. En als er opnieuw zulke vechtpartijen zich voordoen, en dat zal jammer genoeg gebeuren deze zomer, omdat er niets verandert, wel weet dan dat dat ook uw verantwoordelijkheid is. En dat u hier zelfs durft zeggen dat er daadkrachtig is opgetreden. Weet u wat er is gebeurd na afloop van het incident? De politie heeft de mensen daar uit elkaar gedreven. Heeft zelfs enkele jongeren terug richting station gedreven op de trein naar Brussel. En weet u wat ze toen hebben gedaan? Ze hebben zich in eerste klasse plaatsgenomen, een sigaret opgestoken en amok beginnen maken met het treinpersoneel. Dat is ons gemeld door Securel en enkele treinbegeleiders. Als u dat daadkrachtig optreden noemt, dan denk ik echt dat u heel ver verwijderd staat van de maatschappij. En antwoord nu eens op mijn vraag die ik daar juist heb gesteld. Is de voltallige Vlaamse regering van oordeel dat die allochtone heethoofden komen relschoppen omwille van het feit dat er geen buitenzwembad in hun wijk is? Minister, als u het probleem structureel wil aanpakken, dan moet u het probleem ook erkennen. Als u zegt dat meisjes minder buitenspelen op speelpleintjes omdat die niet zijn aangepast aan hun leefwereld, wel, dan bent u fout als u denkt dat jongeren ambulanciers aanvallen omdat ze een slechte relatie hebben met de politie. Dan bent u fout als u denkt dat jongeren elkaar tekeer gaan, allochtoon tuig elkaar tekeer gaat op onze recreatiedomeinen, omdat ze thuis geen buitenzwembad hebben, dan bent u fout. De oorzaak, en erken die nu toch eens, is de ongebreidelde en ongecontroleerde instroom en straffeloosheidsgevoel bij barbaarse culturen in onze maatschappij met waarden en normen die haak staan op die van ons. Dus stop toch eigenlijk met heel dat circus met uzelf belachelijk te maken. Neem uw verantwoordelijkheid, zeg waar het op staat en zorg ervoor dat onze jeugd een veilige zomer kan beleven.